Oké. Wow. Die gorilla beet in de staart van die manga mee. Oké. Aan jullie nu de vraag. Wordt hier goedaardig of kwaadaardig gespeeld? Hey, Noelle hier. Video Rage van Burgshow. Even dat hij me ging pakken. Welkom bij weer een nieuwe video. Het Video Rage seizoen is weer begonnen. En ik sta hier bij het buitenverblijf van verschillende apen. En ik ga jullie zo alles vertellen over deze aap bijvoorbeeld. Hey. Maar we beginnen bij de gorilla's. En misschien hebben jullie de video al gezien die gewoon viraal is gegaan vanuit Burgshow. Met dat een gorilla en een goudwangbuik mangabee met elkaar aan het spelen waren. Ik ben wel heel erg benieuwd, hoe kan het dat deze twee aapsoorten bij elkaar kunnen in één verblijf? Want ik zie ze nu niet bij elkaar. Ik zie nu... Daar is de zilverrug. En nu heb ik afgesproken met de dierenverzorger van de gorilla's, of van de mensenapen. Hey, hallo. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik heb hier gelijk een dubbele ontmoeting. Wie ben je? Ik ben Stephanie. Ik ben een van de dierenverzorgers hier, van de mensenapen. Van de mensenapen. Ja. En doe je nog andere dieren hier in Burgshow? De Rimba. Een stukje verderop, ook de Rimba erbij. Ja, daar zitten de apen niet. De mensenapen niet, maar we hebben wel lapondes, gibbons hier langs zitten. En herten en koeien. Dus een hele gevarieerde afdeling. Ja. En hier is alleen maar apen. Hier zijn alleen maar apen. Heb jij de video gezien waarbij een gorilla en een goudbuik mangabee met elkaar gingen spelen? Zeker, ja. Heb je die ook gemaakt? Nee, helaas niet. Nee. Een collega is dat geweest. Maar we zien het heel vaak terugkomen door de dag heen. Dat ze elkaar opzoeken, met name de jonge dieren. Dat één jong dier in de groep zit, Rafiki. Die vindt het. Ja. Oh, ja, dit is geen goed teken. Nee, dat is een beetje dreigen. Kom een beetje dichtbij. Ja. Ja. Oké. Maar ga je de goudbuik mangabees nu bij de gorilla's weer laten? Ja, de gorilla's zitten al lekker op het veld. Die gaan altijd als eerste. Ja. Anders dan klimmen de mangabees het verblijf uit. Die zijn al zo behendig. Ja. Dus die gaan als laatste. Ze zitten er al helemaal klaar voor. Een beetje ongeduldig. We hebben eten verspreid en dan... Meestal dan snoepen ze wat van de gorilla's mee. Jij hebt al etenverblijf hier verspreid hier in het buitenverblijf? Ja. Okay. De gorilla's en mangabees hebben allebei een eigen dieet. Mm-hmm. Maar de mangabees vinden het soms wel lekker om de lekkere dingen bij de gorilla's mee te pakken. En hoe ga je de goudbuik mangabees naar buiten laten? Door het schuifje en dan gaan ze via de touwen. Kijk, aan de achterkant achter je, daar hebben we een perk staan. Daar, kunnen ze, daar ligt het eten ook en daar kunnen ze via de touwen en de loopbruggen naar de overkant toe. Wow. Daar gaan ze. Achter mij. Wow, jullie gaan echt meteen. Ze zijn zo behendig. Echt. Ja. Hey. Ik ben ook wel benieuwd hoe de gorilla's nu reageren op de goudbuikmangabees. Nou, ze reageren amper volgens mij. Ja, ze kennen elkaar. Jij zei niet goudbuikmangabee, maar je zei mangabee. Ja. Ja, de afkorting. Oké. Okay. Zo'n mondvol goudbuik mangabees. Ja, het is echt een lange naam voor een aap inderdaad. Maar die mangabees, waar komen ze vandaan? Afrika. Ook wel in de gebieden waar de gorilla's vandaan komen. Ah, ze kunnen in het wild elkaar ook wel, niet alleen deze soort, maar andere soorten kunnen ze elkaar wel tegenkomen. Mm-hmm. Ja. Hey, en in die video, er was een moment dat de ene gorilla de staart van die mangabee pakte. En een andere gorilla pakte het hoofd van die mangabee. Toen dacht ik even, is het een soort agressie? Nou, dat is ook een beetje uittesten. Er waren twee jonge dieren. We zien ook vooral dat de jonge dieren elkaar opzoeken. Zowel van de mangabees als van de gorilla's. Ja. Dus volwassen vrouwen die hebben eigenlijk weinig interactie met de mangabees. Die vinden dat allemaal niet zo leuk om mee te spelen. Okay. Dus vooral spelgedrag wat je ook in de video ziet. Het ziet er wat spannend uit. Mm-hmm. Als Rafiki de jonge mangabee het echt niet leuk vindt, dan hoeft hij maar een geel te geven. Ja. Er komt een vader eraan. Die kan een gorilla niet aan, maar die kan wel goed zijn best doen om het gevecht, of als het uit de hand loopt, te stoppen. Ja. Ja. Wie zijn behendiger, de mangabees of de gorilla's? Mangabees. Vele malen sneller en behendiger, ja. Sneller en behendiger? Ja.
Maar ja, nu zeg je bijna dat de gorilla's absoluut niet behendig zijn. Ze kunnen dat wel, maar ja, de bouw heeft niet alles mee. Hè. Mooie dikke buiken hebben ze, dus ze kunnen goed klimmen, maar lang niet zo vlot als dat een mangabee dat kan. Ja, want bijvoorbeeld die stam waar ze net overheen gingen, zo naar dat verblijf van het deel van de mangabees. Kunnen de gorilla's hier ook nee, komen? Nee, we hebben hier ook overal perken om de bomen heen staan. Dus alle bomen waar zo'n stroomkabel omheen ligt, ja. Daar kunnen de gorilla's niet in komen. Dus daar moet ook voldoende stroom op staan om, om ze te weren. Ja. En verwacht jij nu dat de mangabees en de gorilla's weer met elkaar ja, we zien wel gaan spelen? Dat ze dagelijks elkaar opzoeken. Ja, vaak wel 's ochtends, maar ik kan niks garanderen. Nee, dat maar dan, ze laten zich, als ze dan de contact met de gorilla's opzoeken, maar vooral als ze wat lekkers willen hebben, laten ze zich naar beneden vallen. Dan springen ze naar beneden. Maar ik zie ze nu wel echt daar blijven. Dus jullie hebben dat deel van de mangabees helemaal apart gemaakt van de gorilla? Ja. Een hele enkele keer hebben we al eens gehad dat er een gorilla daar in het perk zit. Ja. Dan is er toch ergens iets met het stroom mis. Dan, we hebben natuurlijk puberende mannen in. Die zijn niet alleen een beetje baldadig. Hey. Je ziet het aan zijn hele houding, hè? Zoals hij staat, de armen dicht bij elkaar, zich groot en sterker overdoen dan dat hij is. Ja. En elke keer dat wegkijken en dan kijken van, oh, kijken jullie wel wat ik doe? En dan daarna wegkijken van, oh, het stelt niet zoveel voor wat ik doe. Geweldig. Oké, dus de gorilla's en de mangabees die kunnen samen. De chimp en de gorilla kunnen allebei niet samen. En hoe zit het met de mangabee en de chimps dan? Dat is ook niet zo'n goede match. Chimpansees worden eigenlijk altijd alleen gehouden in een verblijf. Wel met andere individuen, maar niet met andere soorten. Dat is geen goede combinatie. Die eten in het wild ook wel eens een andere aap. Dus dat gorilla's zijn ook vegetarisch. Een andere aap? Ja, kijk, nu heb je, hij is er net bij gesprongen. Dat is Rafiki en een van de jonge dieren, van de jonge gorilla's. Ja, ja, je ziet dat ze contact maken. Met Kato, jong mannetje. Er gebeurt al wat. Ah, dit is zo leuk. Nu zien we het gewoon live, jongens. Ah, dat gaat zo chill samen. Ja, het is wel duidelijk dat ze elkaar niet als bedreiging zien. Maar in die video, hè? Hoe kun je zien dat het goedaardig is, dat het spelen is en dat ze niet overgaan in een of ander dodelijk gevecht? Nou, je ziet het aan de hele lichaamshouding. Als ze allebei lekker relaxed zijn, gorilla's als ze het echt naar hun zin hebben, kunnen ook lachen of een beetje giechelen. Zoals kleine kinderen dat ook zullen doen als ze aan het spelen zijn. Oh. Dan hoor je gorilla's echt knorren, lachen, dat ze het echt naar hun zin hebben. En die mangabees die hebben dan een heel ontspannen gezicht als ze aan het spelen zijn. Als ze een dreiger zijn, trekken ze die ogen zo op en laten ze hun tanden zien. Dat zagen we net toen ik best wel dicht in de buurt kwam van de mangabee. Dus dan, dat is geen goed teken. Dus En ze willen het ook nog wel eens doen, dezelfde blik en dan als de lichaamshouding en het spelgedrag daarna anders is, dan kunnen ze uitnodigen tot spel. Dus maar de dieren kennen elkaar zo goed, ze weten precies wat ze aan elkaar hebben en wat ze bedoelen. Dus als wij nou weer zo'n video publiceren, dan kun jij als kijker helemaal dit gaan aanschouwen en bedenken van oké, dit heb jij nu gezegd, nu weet ik dat het goedaardig is. Ja. En dat er niks ergs gaat gebeuren. En zo'n borstroffel wat je net hoorde, dat is eigenlijk ook een teken van spelgedrag. Kan ook imponeren zijn, ligt een beetje aan de situatie. Maar nu kan het ook zijn dat hij eigenlijk een ander dier wil uitnodigen om met hem te gaan spelen. Dus een borstroffel bij de gorilla's is altijd een teken dat ze wel in de goede mood zijn en dat ze willen gaan spelen. Met name de jonge dieren die nodigen ze elkaar uit. Uitgedrag, koprollen worden dan gegeven en dan een beetje gekke capriolen halen ze dan uit. Ja, precies. Zullen we heel even aan die andere kant kijken, want volgens mij zijn ze daar toch wel iets met elkaar aan het spelen. Oké. Wow. Die gorilla beet in de staart van die mangabee. Ja. Oké, aan jullie nu de vraag, wordt hier goedaardig of kwaadaardig gespeeld? En ik zag hem net wel een beetje die gorilla bijten. Kan dat kwaad? Nee, dat kan geen kwaad. Het is ook niet door. Het is, als het ook echt zeer doet, dan houdt het spel vaak ook wel op. Het is ook een beetje testen hoe ver ze met elkaar kunnen gaan. En het spelgedrag, dat hoort er een beetje bij. Gorilla's doen veel bosroffels. Maar als ze echt aan het worstelen zijn met een andere gorilla, zijn ze elkaar ook wel aan het bijten. Dus ze kunnen ook wel iets hebben. Het is een beetje zoals een hond ook aan het spelen is. Ja, gorilla's en honden kan je niet helemaal vergelijken met elkaar. Maar dan zie je ook dat ze elkaar vaak bijten. En dat is ook eigenlijk heel vriendelijk bedoeld als het echt spelgedrag is. Hey, en de volgende keer, hè, als er weer zoiets gebeurt, wil je het weer proberen te filmen dan? Zeker, doen we. Leuk. Dat is altijd leuk. Ja. Hey, dankjewel voor al je mooie gorilla en mangabee kennis.
Ik weet dat nu de manga-beest de goudbuik-manga-beest zijn, dat het hetzelfde is. Klopt. En heb jij nu nog vragen over de gorilla's of de manga-beest? Laat ze hieronder in de comment achter. Ik denk dat jij er van alles over kan vertellen. Zeker, komt goed. Dat is top. Dankjewel voor het kijken en tot volgende week. Doei doei! Thank you.